Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sani Direct, trotse partner van de Amstel Gold Race toertocht. Welkom bij je nieuwe Wielenflits podcast. Deze week een speciale aflevering in samenwerking met Sani Direct, de koersdirectrice van de Amstel Gold Race Ladies. Welkom Leontien. Ja. Ik zeg uh, koersdirectrice, maar als ik jou zou even omschrijven. Ik heb je gekeken van wat doe jij allemaal op dit moment en is het dus koersdirecteur. Meervoudig Olympisch kampioene, winnares van de Tour Féminin, shownieuwsdeskundige. Natuurlijk geestelijk moeder van het Leontienhuis, uh, maar ook kledingontwerpster. Ja, met wat van al deze uh, typeringen identificeer jij je op dit moment het meest? Nou, ik denk toch, wat zeg je dat mooi, geestemoeder. Uh, ik denk dat het Leontinehuis, Leon waar we kinderen helpen. Of niet alleen kinderen, waar we mensen helpen met eetproblemen, anorexia, bulimia... En um, ja, dat, dat voelt gewoon heel erg goed. Het is gewoon heel fijn om uh, mensen de balans weer terug te geven in hun leven. Ik ben natuurlijk jarenlang zelf de balans kwijt geweest in mijn eigen leven. Dat is geen fijne periode geweest. En uh, ja, ik heb die balans terug weten te vinden. En dit gevoel wat ik nu heb. Ja dat, dat, ja, dat gun ik iedereen ja. die vecht tegen anorexia of, of bulimia. Want ja. heel eerlijk, misschien mocht ik dat eigenlijk niet hardop uitspreken... maar leven met een eetstoornis is geen leven. Nou ja, ik las er ook eh, in de voorbereiding ook over dat je zegt... Ja, menig medaille was het eigenlijk niet waard geweest... als ik met terugwerkende kracht zag hoe die fase er toen voor mij eh, was. Dat vond ik nog wel een, ja, een heftige uitspraak. Ja, maar het is echt... Eh, Zoals ik hem heb gevoeld. En ik denk, als je nooit te maken hebt uh, gehad met een eetstoornis, um, dan denk ik niet dat je je maar 1% kan verplaatsen wat iemand met, uh, met een eetstoornis voelt. En uh, weet je, je hoort intens gelukkig te zijn op het moment dat je succesvol bent in de sport. En je wordt wereldkampioen, je wint de Tour de France. Uh, maar als dat samengaat met een, met een rotziekte. Ja, ik heb, daar, ik heb daar geen één moment van genoten. En uh, dat is gewoon geen fijne ja. periode geweest. Ja, jouw actieve profcarrière, dat, dat ligt nu uh, een twintig jaar achter je. Als je daar nu aan terugdenkt... Laat het, doe dat eens nu. Wat is dan het eerste wat dan nu de jeugd, de jeugdjaren, ja, maar dus wel de mooie jaren. Nee, tuurlijk. Ik mag, weet je, het is een aantal jaren gewoon helemaal fout gegaan door die eetstoornis. Maar hé, hey, ik heb door de door de wielersport heb ik een fantastische jeugd gehad. En ik ben mijn ouders tot op de dag van vandaag ben ik ze ongelooflijk dankbaar um, dat ze mij kind hebben laten zijn, maar dat ze mij ook aan sport hebben laten doen. En zoals mijn ouders dat hebben gedaan. Ja, dat, dat gun ik ieder kind. Want mijn ouders, ja, die vonden het leuk dat ik uh, bezig was met wielrennen. Maar die vonden het ook heel erg belangrijk dat ik op woensdagmiddag. gewoon toen ik heel klein was. buiten ging spelen met, uh, met vriendjes en vriendinnetjes. En uh, ja, als ik als fanatieke Leontien een keer in het weekend zevende of achtste werd. en ik wilde. Uh, Smiddags gaan bijtrainen op woensdagmiddag, dan stond mijn fiets echt op slot. En toen dacht ik van, nou, pap, mam, waarom doen jullie dit? Maar nu achteraf gezien denk ik, dat hebben jullie zo goed gedaan. Maar ook toen ik ouder werd. Want, want waarom was dat goed? Nou, ik denk dat het niet goed is als je op dinsdag en donderdagavonden al gewoon je clubtrainingen hebt. Uh, ik denk niet dat het goed is om een kinderlichaam zeven dagen in de week te belasten. Um, dus ik ben heel blij dat mijn ouders. Ik, was, ik ben altijd heel fanatiek geweest in alles wat ik doe. Dus ik denk dat het heel goed is dat mijn ouders me af hebben geremd. En. Ja, en dat fanatieke zat er dus ook al van heel vroeg ja, erin. Ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat een, uh, een lichaam zich eerst... dat het gewoon helemaal volgroeid is en op kracht is en sterk is. En als je een, een kinderlichaam zeven dagen in de week belast... ik geloof niet dat dat goed is. En als ik in de weekend een wedstrijd had gereden... dan zeiden mijn ouders ook uh, je op zaterdagavond... helemaal toen ik een jaar of 13, 14 was... Van, Leontien, ga gewoon met je, met je vrienden en vriendinnen gewoon naar een jeugdzoos En dat ben ik heel blij uh, dat zij dat op die manier hebben gedaan. Want ik heb echt, ik kijk echt terug op, ja. op een fantastische jeugd en ik heb niks gemist. Ja. Maar heb je dan wel tijdens die profcarrière eigenlijk die rem gemist? Uh, of iemand die op die rem trapte om, nou ja, niet in. De periode van de eetstoornissen terecht te komen? Ja, ik denk. Later heeft uh, je, mijn man Michael ja. dat gedaan. Um, maar in die periode heb ik wel iemand gemist. Uh, je, vanaf mijn 1920ste. Die zei: van ja, tot zover en niet verder. Um, maar ik was ook heel eigenwijs. Dus ik ja. mag ook niet, weet je. Um, ik denk dat ze me alleen af hadden kunnen remmen... als ze hadden gezegd, Leontien, het gaat echt niet goed met je. We gaan je niet meer opstellen of we halen je uit competitie. Ja, want dat... Maar in de tussentijd win je ook ja, dus... wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. Ja, dus dat is zeg maar, voor uh, de begeleiding ja. is dat natuurlijk ook heel moeilijk geweest. Want je ziet iemand winnen. Um, en het is ook heel moeilijk om iemand die wint... om die uit competitie te halen. Uh, dus dat is ook gewoon uh, voor uh, de begeleiding toen ook een hele moeilijke situatie geweest. Maar dat had denk ik wel mijn redding kunnen zijn. Dat ik, uh, je, dat ik er niet zo lang in had gezeten. En tot wanneer heeft het geduurd? Je zei het is zo rond, uh, rond de 19e uh, begonnen. Tot wanneer heeft dat. Uh, wanneer voelde jij van nou. Mijn 19e, 20e, 19 ja, sloop het erin. En ik denk toen ik echt. Echt gewoon dat ik weer daar een balans. Het woord balans gebruik ik best heel vaak. Ik denk toen ik wereldkampioen werd in Valkenburg. Toen had ik echt het gevoel: dit is wie ik ben, dit is wie ik wil zijn. En als ik nu ook die beelden terug zie, dan word ik, daar word ik echt blij van. Daar zie je iemand die wereldkampioen wordt in het mooie Valkenburg, dus in het mooie Limburg. Maar je ziet iemand weer stralen en je ziet iemand wel afgetraind zijn, maar ook gezond zijn, uh, uh, lichamelijk, uh, fysiek, mentaal. En dat zie je aan iemand, dan staan de ogen goed en dan is alles Ja, dus leuk. ook de Olympische successen die erna behaald hebben, heb je allemaal in een gezonde, ja. in ieder geval mentale staat en ook nou, lichamelijk. Dan moet ik moet dus wel zeggen dat topsport behaald. is ja, ja, wel gezond, maar topsport is wel balanceren op, op een randje. En ik natuurlijk heb ik in die periode ook nog wel momenten gehad. Ja, als ik, als ik terugdenk aan uh, de Olympische Spelen in 2004. Um, daar viel ik in de wegwedstrijd. En drie dagen daarna pakte ik goud op de tijdrit. Maar wat ik voelde na die tijdrit, ja, dat wil ik ook niet. Daar wil ik niet het woordje gezond aan hangen. Ja, kan je dat eens beschrijven? Nou, ik kan me nog herinneren uh, uh, dat de koning, dat was toen de prins, uh, uh, Willem Alexander, dat hij naar mij toe kwam, en dat hij dat zei: Ik zeg: Ik ben zo kapot. En toen zei hij, ja, maar Leontien, je hebt wel 16 miljoen Nederlanders. Toen waren er nog 16 miljoen Nederlanders. 16 miljoen Nederlanders gelukkig gemaakt. Um, maar ik denk, ja, ik heb 16 miljoen Nederlanders gelukkig gemaakt... maar ik ga het weer helemaal niet meer meemaken. Ik dacht echt dat mijn laatste 10 minuten dat die ingetreden waren. Ik was echt... Maar gewoon vermoeidheid. Ja, gewoon echt zo verschrikkelijk op dat ik echt dacht van... ja, dit is, ja dat zijn een aantal keren in je carrière dat je zo diep gaat... Uh, ook na het behalen van het werelduurrecord, Ja, dat, dat zijn momenten geweest. Dat is, dat is niet, als je zo diep gaat, dat is niet gezond voor... Uh... Hoe lang heb je daarvoor moeten herstellen? Uh, nou, als ik nu ook foto's terugzie, ook van na het werelduurrecord, maar ook van uh, na de Olympische Spelen in 2004... heb ik wel een paar maanden gewoon echt dat je, dat je ziet... dat je gewoon uh, heel grauw, een slechte kleur op je gezicht... Ja, ik denk dat dat genoeg zegt, maar ja... Nee, dat, dat, is, dat is niet gezond nee. geweest. Maar het heeft wel een mooie gouden plak opgeleverd. Ja, dan heb je er verschillende van gewonnen. Het is dit jaar weer een uh, Olympisch jaar. Voelt dat nog steeds als een, als, als een, als een ander jaar dan anderen? ook zo, zo lang na je actieve carrière. Nou, het dat wordt sowieso een waanzinnig mooi sportjaar, omdat we natuurlijk we hebben de Olympische Spelen van van begin augustus tot midden augustus en dan hebben we natuurlijk de, de start van de Tour de Feminé hier in in Rotterdam, maar niet alleen in Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Valkenburg. Het is natuurlijk mooi dat je dat met een aantal gemeentes hier in Nederland dat dat plaats gaat vinden, een van de grootste je sportevenementen. Dus dit jaar gewoon in het algemeen wordt een fantastisch sportjaar. En um, de Olympische Spelen, daar kan ik, wel, ja, dat kan ik wel een plek geven. Maar de toerstart in Rotterdam, waar je al meer dan 25 ja. jaar woont... jaloers is misschien niet het juiste woord. Maar dan heb ik wel momenten dat ik denk... oh was ik maar later geboren, was ik maar later ja. op deze wereld gekomen... En uh, had ik, dat had ik echt heel gaaf gevonden. Als ik nu kijk naar de tijdrit uh, die uh, de meiden mogen gaan rijden in Rotterdam. Ja, ik denk dat die is ruim zes kilometer. Ik denk dat ik zes kilometer met kippenvel. Ik, ik zou laag vliegen. Dat, dat zou ik zo waanzinnig vinden. Ik heb hier ook na mijn carrière de Marathon van Rotterdam gelopen. Ja, dat, dat, dat was waanzinnig. Dus, uh, maar nogmaals, uh, ik heb mijn tijd gehad... en ik gun het deze generatie van harte. Maar dat zijn wel momenten dat ik denk... oh, dat had ik, dat had ik heel, heel, heel gaaf ja, gevonden. En natuurlijk de hele staat van het vrouwenwielrennen... nu ten opzichte van toen, 20, uh, 30 jaar geleden. Het is natuurlijk echt een wereld van verschil... wat de ontwikkeling allemaal heeft doorgemaakt. Want, nou ja, je hebt uh, twee keer de Tour de Féminin gewonnen. Dus dat is ja, eigenlijk de voorloper van de huidige Tour de France Fem. Dat is nu één groot uh, spektakel, alles op televisie, uh, veel aandacht daarvoor. Hoe was dat, voordat we, dat we bij hoe dat nu is en, en wat jij daarvoor, hoe je daar naartoe kijkt, komen we zo op. Maar Schets nog eens, hoe was de Tour de Femine in de tijd dat jij hem won? Nou werd er heel weinig werd er uitgezonden, uh, alleen... De laatste rit die ik won, die, en eigenlijk, jij bent nog jong hè? Toen was jij misschien net geboren of niet geboren, weet ik nou, niet. <laughs> ik, ik was een, een jaartje of tien. Een jaartje of tien, ja, maar die surplus met, met Gianni Longo. Dat, ja, dat was in? Uh, dat was in 92. Oké, okay, nu was hij nog een, een heel stukje jonger. Ja, ja. <laughs> uh, maar die is wel uitgezonden. Maar ja. wat jij zegt, dat is natuurlijk al een heel groot verschil. Dat was de laatste ja. etappe. Uh, en, en daar waren ze, denk ik, het laatste uur waren ja. ze daar live bij. Uh, maar ja, als je nu kijkt, wordt iedere etappe ja, wordt gewoon, uh, wordt gewoon uitgezonden. Um, dus daar is, gewoon, daar is gewoon heel veel gebeurd. En um, als je kijkt het prijsgeld nu en het prijsgeld toen... Ik kan me nog herinneren dat wij met de ploeg... Volgens mij bestond onze ploeg uit zes of zeven rensters. En wij wonnen bijna uh, iedere etappe. En we hadden uh, volgens mij ook bijna alle truien. En we hadden 7000 gulden toen de tijd. Uh, ja, en dat moest verdeeld worden... Dus, ja, en hoeveel etappes waren er toen? Dat waren er volgens mij waren het 14, 12 of 14 etappes. Dat durf ik, dat durf ik niet precies te zeggen. Dus, uh, ja, dus dat, ja. En nu zijn het, zijn het uh, veel minder etappes, want het is net iets langer dan, dan een week volgens mij. Uh, maar ja, is prijzengeld in één dag win je al meer prijzengeld dan jullie toen bijna twee weken voor moesten fietsen? Ja, ja. Ja, maar nogmaals. Maar, toen... maar ik moet wel ook zeggen, uh, er is nu ook veel meer aandacht. En als er meer aandacht zijn, dan vinden partijen het ook uh, je, heel aantrekkelijk. Uh, commerciële partijen om te gaan investeren, ook in het vrouwenwielrennen. En dan moet ik ook zeggen, dat heeft de generatie van nu ook zelf verdiend. Want als je nu kijkt uh, ja, hoe spectaculair de finales zijn... Ja, ik vind sommige uh, finales op dit moment bij de vrouwen... spectaculairder dan, uh, dan bij de mannen. Nou, we nemen dit op een dag na, na Parijs-Roubaix. Ja. Uh, ja. De wedstrijd bij de vrouwen, dat was een spannendere ontknoping dan bij, bij de mannen. En een week daarvoor in de Ronde van Vlaanderen was dat ook het geval. Ja, van de Ronde van Vlaanderen vond ik nog uh, bij de vrouwen... Ja, toen heb ik echt op het puntje van mijn stoel gezeten. Het is natuurlijk heel mooi... Als uh, je andere ploegen. Want het was natuurlijk, vorig jaar was het heel erg uh, SD Works. Uh, ja bij voorbaat dacht je al, vanavond als die aan de start staan, dan winnen ze. En ik vind het zo mooi dat die andere ploegen dichterbij komen. En dat Little Track gewoon echt gewoon. Ja, ze durven het gewoon. En dan wordt het beloond. En ja, dat vind ik gewoon, ja, ik vind dat heel gaaf. En dan, ik ben echt fan van Scream van Anroy. Als ik dan zie dat ze aansluit en gelijk, hup, een keer diep adem uh, halen. En dan ook echt gaan. dan kunnen heel veel vrouwelijke wielrensters kunnen een voorbeeld aan haar nemen. Want je ziet in het vrouwenwielrennen, er zijn heel veel vrouwen die dimmeren, Maar je hebt ook heel veel vrouwen... Die dimmereren half. En op het moment dat ze aan het dimmereren zijn, dan kijken ze alweer om waar, uh, ja. waar het peloton blijft. En ik vind het gewoon mooi dat iemand gewoon echt gaat. En dan maar ja, meer dood dan levend. Maar dat je ook ziet dat iedere pedaalslag, als ze gaan, ook echt raak is. Ja, en daar heb ik intens van genoten. En als je dan ziet. Wat herken je dan wat van jezelf in haar? Of wat maakt het dat je. Nou, ik vind dat waar? is. Nou, maar dat is koers. Dat is gewoon. Dat is, ja, dat, dat vind ik mooi. En dat vind ik niet alleen mooi. Dat vind, De kijker vindt dat ook mooi. Dat maakt de sport... Uh, dat maakt de wielersport mooi. En niet alleen de wielersport. Ik denk dat je altijd uh, concurrentiestrijd nodig hebt... om uiteindelijk een sport... Naar een, naar een hoger niveau te tillen. Uh, met alle respect uh, voor Max Verstappen en ook voor Mathieu van der Poel... moet ik ook zeggen dat ik gisteren na, of tijdens Parijs-Roubaix ook wel... ondanks dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt... maar ik vind het zo gaaf om te kijken dat iedere klap die hij geeft... is gewoon raak. Hij gaat zitten en het lijkt wel of hij een motor in zijn fiets heeft. Dat is toch niet normaal? Nee, het verschil ook met de rest die ook precies weet wat ze doen... is natuurlijk wel ongekend. Ja. ja maar goed, toch dat hebben... komt ook als, ik, als je naar uitslagen kijkt... en naar tijdverschillen tussen de winnares en de nummer twee... waar jij vaak die winnares was... zie je meer dan eens dezelfde uh, tijdverschillen... als dat van de Poel gisteren in Roubaix. Ja. Uh, dus je zou toch ook wel kunnen verwachten dat jij juist zegt... nou ja dat van de Poel, dat lag wel nog dichterbij ook hoe ik fietste. Dat, dat staat me wel... Uh, ja, maar, heel toch, erg aan. ja nee, nee, maar daar kan ik ook ja. intens van genieten. Hè? Ja, ja. Dat, echt gewoon, zoals ik gisteren naar Van der Poel heb gekeken, dat ik echt denk. En ik wil me echt absoluut niet vergelijken met Van der Poel. Want als ik zie hoe Van der Poel zijn fiets onder controle heeft. Dat vind ik een beetje vergelijkbaar met Marianne Vos. Ik kon heel hard fietsen. Maar technisch was ik geen uh, goede wielrenster. En als ik naar Van der Poel kijk en ik kijk naar Vos. Ja, die hebben die fiets zo mooi onder controle. En uh, dat hebben ze misschien ook te danken aan het veldrijden, ik weet het niet. Uh, maar dat vind oh, jij ik. Jij hebt ook uh, natuurlijk een achtergrond op uh, de baan. Ja, maar ik ben Iets altijd wel, wel... eens geiterd geweest. Ja. En als ik stuurde in een bocht, daar de baan dan niet. Maar als ik het stuurde in een bocht, in een, in een criterium, dan stuurde ik drie keer in een bocht. En als ik, als ik zie hoe mooi dat van de poel een bocht instuurt, maar ook Vos. En Vos vind ik altijd heel mooi, hoe dat zij heel zuinig kan rijden en gebruik maakt van het peloton. Dat heb ik nooit gedurfd. Dat vind ik. Dat... Ik dacht juist, ik ga er maar vooruit rijden. Ja, ik was altijd bang om te vallen. En daardoor heb ik denk ik ook zo'n goede tijdrit ontwikkeld. Want ik, ik reed altijd met mijn kop in de wind. Maar ik vind het juist mooi: iets wat je zelf nooit onder controle hebt gehad, dat zo'n Van der Poel en zo'n Vos dat wel hebben. Dat, uh, je, dat, ja, dat vind ik, dat vind ik ook. Ik vind het beide mooi om naar te kijken. Uh, maar om het lang leuk, we kijken nu naar de Formule 1. Ja, als je bij Voorbaat al weet, en dat vind ik ook onwijs knap, hè, wat Max Verstappen doet. Uh, maar ja, ik, ik, vind het, ik vond het mooier toen hij het eerste jaar ja. uh, wereldkampioen werd. En, en toen er echt uh, toen die concurrentiestrijd toch iets ja. dichter bij elkaar lag. We nemen deze podcast op bij One Way Bike in, in Rotterdam. Importeur van onder andere uh, Cube. Een uh, paar mooie fietsen hier voor de mensen die deze podcast kijken. Hoe groot de materiaalfreak was en ben jij? Niet. Helemaal niet. Nee, ze konden dat mij, werd allemaal. Ze konden ze allemaal. Die allemaal schrijven nee, daar moet je bij uh, mij ook niet over gaan ja. beginnen. Um, ik ben mijn man tot op de dag van vandaag dankbaar. Dat, uh, ja, dat, werd echt, uh, dat werd echt allemaal voor mij gedaan. En ook als ik wisselde en ik, ik zat niet op mijn eigen reservefiets... en er stond een andere reservefiets klaar... dan, uh, ja, dan, reed, ik daar ook gewoon, dan reed ik daar ook gewoon op weg. Na nee, één keer niet. Eén keer niet. Tijdens het, uh, je wereldkampioenschappen puntenkoers in België. Dat, dat heb ik mijn man eigenlijk denk ik nog niet vergeven. Um, toen stond ik aan de leiding en toen zakte tijdens de puntenkoers zakte mijn zadel. En de puntenkoers reed je met achter met een dicht wiel. En als je met een dicht wiel rijdt dan kan je veel meer snelheid ontwikkelen. En hij had mijn reservefiets uitgeleend op een beurs. Dus toen stond er een reservefiets klaar, die niet op maat stond en met een, uh, niet met een dicht wiel. Dus uh, je, dan lijkt het wel net of dat je tijdens die koers, als je wisselt, dat je. Ja, dan rij je in eerste instantie rij je op een Porsche en dan heb je het idee dat je moet wisselen en dat je de rest van de puntenkoers moet rijden op een lelijk eentje. Uiteindelijk ben ik geen wereldkampioen geworden en dat was niet echt een gezellige weg terug. Kan ik je mededelen. De details zal ik je besparen, maar uh, dat heb ik hem nog niet helemaal vergeven. Nee, geen uh, fietsmateriaal dus. Wat ik me vooral van jou herinner toen ik uh... De, de, de wielerjournalistiek stapte, dat was een beetje zo rond 2008, 2009, dat was ook de Leontienploeg rond die tijd. En dat was toen een beetje baanbrekend. Dat waren de roze shirtjes en fietskleding voor, voor vrouwen. Dat zag er allemaal fantastisch gesvagneerd uit. En dat werd toen ook gezegd. Hé, ja, dit is nieuw. Het is altijd de wielermode op mannen gericht. Ja, en, en jij, jullie waren een van de eerste die het de vrouwelijke kleuren eigenlijk en een pakje speciaal voor vrouwen maakten. Ja, dat hebben wij. Ja, dat, daar zijn wij mee begonnen. Maar eigenlijk ben ik daar al veel eerder mee begonnen. Ik ben altijd wel een meisje, meisje geweest. Je kent uh, natuurlijk de nagellak. Uh. Ja, ik heb altijd. Ik, ik wilde altijd. Ik vind iedereen mag zijn wie die wil zijn. En uh, ik heb het ook best moeilijk gehad, want toen ik de overstap maakte van de junioren naar de dames, waren er heel veel van die stoere meiden. Ja, die, die, uh, op het moment dat ze een wedstrijd hadden, uh, die droegen geen make-up. En ik had altijd een beetje uh, lipgloss of mascara, mijn nageltjes gelakt. Uh, ja, en zij vonden dat allemaal wel heel erg apart. En, uh, maar wat, hoe, hoe uitte zich dat dan naar jou? ja wel dat er een beetje achter mijn rug om uh, ja gelachen werd en, uh, maar ik had echt zoiets van ja lach maar dit is wie ik ben en dit is wie ik wil zijn en ik vind het ook goed dat jullie zijn wie jullie zijn Dat is helemaal oké okay, dat is helemaal prima maar dat is natuurlijk niet makkelijk geweest maar, als dan je, dan je wel Steven Freeze goed ja staan. ja 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 maar daar ben ik ook trots op ik ben ja. wel trots op dat ik ondanks dat ik uh, sommige rensters hoorde lachen achter mijn rug had ik echt zoiets van ja Weet je, dit is Leontine En ik heb dat wel volgehouden. Maar het is wat je zegt, je moet stevig in je schoenen ja. staan. Maar ik ben wel blij dat ik dat vol heb gehouden. Kun je dat dan ook omzetten, juist in extra motivatie voor die wedstrijd? Ja. ja, degene die het hardste in mij uitlachte, die heeft daarna het minste gewonnen. <laughs> die hebben niet meer zo heel veel gewonnen. Nee, ja, ja, ik, heb je... een... nee ja, ik heb altijd geprobeerd om uh, zeg maar iets negatiefs ja. om te zetten naar. Ja, toch naar weer iets ja, naar positiviteit. En uh, ik denk ook dat dat, uh, dat dat mijn kracht is geweest. Niet alleen in mijn carrière, maar nu ook. Dus dan Doe je onder andere bij uh, de Amsterdam Gold Race Ladies... waarvoor je koersdirecteur uh, bent, maar ook nog op de erenlijst uh, staat. Ja, ja. Wat zag je daar nog van bij? Ik weet dat ik alleen aankwam... Um, en ik weet dat ik, en dat heb ik daarna ook heel vaak, want er is een aantal jaren in mijn, uh, in mijn tijd een Amstel Gold race uh, georganiseerd. En dat is een van mijn mooiste uh, sportherinneringen met het wereldkampioenschap uh, je tijdrijden in Valkenburg. En uh, toen het jaar daarop, toen liepen er bijna twee koersen in elkaar over. Uh, wij reden te langzaam, of, of de mannen reden te snel, of andersom. Ik weet het niet. Maar dat is het moeilijkste uur geweest van Leo van Vliet. Dat hij dacht dat er twee koersen in elkaar uh, zouden gaan lopen. Uh, en daarna is Leo daarmee gestopt. Omdat hij echt zoiets had van. Uh, ja, logistiek is dat niet meer mogelijk. En moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ik heb dat altijd jammer gevonden. Dus iedere keer als ik Leo van Vliet tegenkwam, dan zei ik: Ja, maar Leo, ik ben gestopt. Maar die Amstel Cold Race voor vrouwen. Die moet toch gewoon weer terug op de kalender. Ik heb daar ook hele stukken met kippenvel gereden. Uh, en uh, ja. ja, dus uh, je, dat heeft. toen heet... is er een moment gekomen dat Leo zei: Ja. Nou, we toen, gaan is er doen. Moment, ja, toen is er een moment gekomen dat, dat Leo mij vroeg: Nou, toen was ik natuurlijk helemaal vereerd: ja. van, Wil je koersdirectrice worden van de vrouwenkoers? En ja, het is natuurlijk mooi om met Leo samen te mogen werken. Leo heeft al uh, bijna dertig jaar ervaring. En het is gewoon mooi om met iemand die zo gepassioneerd is, om, uh, je, ja, van, van Leo kan je gewoon heel veel leren. Uh, ook het ondernemerschap wat hij in zich heeft. Uh, Leo is veel meer dan die koersdirecteur. Leo is de Amsterdam-Goldrace, zeg maar. Ja, en Leo die uh, gaat langzaam uh, afbouwen bij de Amsterdam-Goldrace. Ja, maar ik hoop, en dat hoop ik echt, en dat hoop ik echt voor de Amsterdam-Koldreis, dat hij uh, dat wel betrokken blijft. En dat hopen we allemaal. Weet je, een betere ambassadeur dan Leo van Vliet. Uh, is er niet. Uh, en ja, ik, ik denk dat we heel vaak nog gewoon als Leo over uh, je na dit jaar nog twee jaar. En als hij dan eenmaal gestopt is, dan hoop ik wel dat we altijd mogen bellen. Maar ik hoop ook gewoon dat hij ieder jaar gewoon echt ja, bij denkt, is. Leo kennende dat hij uh, je kunt Leo wel weghalen bij de Amsterdam Gold Race, maar de Amsterdam Gold Race uit Leo halen, dat is volgens mij onmogelijk. Nee, maar dat wil ook niemand. Nee. En dat kan ook niet. En uh, hij, ik hoop dat hij altijd betrokken blijft bij, uh, bij de Cold race. Ja. Zondag is uh, er weer een nieuwe editie, zowel van de mannen dus als van uh, de vrouwen. Kleine parcoursverandering uh, bij uh, de vrouwenwedstrijd. Hoe um, druk ben jij doorgaans in het jaar met, met deze wedstrijd? Ja, je probeert, je, je probeert mee te denken. Ja. Je probeert, uh, je, ik heb nu in aanloop, uh, want het is natuurlijk niet alleen uh, de wedstrijd zelf, maar je hebt op, op zaterdag heb je natuurlijk ook nog een fantastische toertocht waar meer dan 15.000 uh, deelnemers uh, van start gaan. En ik vind het altijd leuk om mee te denken: van uh, ik heb ook uh, je al tien keer meegefietst in de toertocht. En uh, dan zie je, tijdens zo'n toertocht zie je. Dat heel veel mensen wel meedoen, maar dat ze die fiets absoluut niet onder controle hebben. En dan kun jij nog even hier en daar. Nou, dat, tijdens, die, uh, tijdens die toertocht, dan is het leuk om bij te sturen. Maar ik heb toen gezegd: van is het nu, is het niet leuk om uh, aan de voorkant een aantal clinics te gaan verzorgen? Dat mensen leren van. Uh, Fietsen is niet alleen fietsen, maar de Amstel Coldrace rijden... dan is schakelen is heel ja. erg bepalend. Op het moment dat je verkeerd schakelt tijdens de Amstel Coldrace, Race... Ja, dan moet je toch een aantal keren moet je van je fiets af en moet je lopen. Dus op het moment dat je dat al meegeeft tijdens zo'n clinic... dat ze ten alle tijden na moeten blijven denken... dat ze op tijd het op het binnenblad gooien... en dat ze, niet, uh, je, dat ze de krachten ook goed verdelen op zo'n klim. Want dat zie je dus ook heel vaak tijdens de toertocht van de Amstel Cold. Race, dan gaan ze de eerste 200 meter. dan reizen ze een hartslag van, uh, van 200. Ja, en dan na 200 meter. dan vallen ze. je vallen ze ook van de fiets af. Nou, dat wil je voorkomen. Dus ik heb nu in aanloop daar. Uh, naar de Amstel Cold Race heb ik een aantal clinics mogen verzorgen. Vond ik onwijs leuk om, uh, om dat te doen. En. Uh, ja, hoe heet het? Je probeert ook mee te denken. om uh, als je denkt van. nou, dit is een sponsor die past bij de Amstel Cold Race. dan. Uh, je, ja, dan probeer je die ja. naar voren te duwen. En ja, dan leg waaronder je dat dus voor... uh, Sani Direct, ja. de partner ook van uh, deze aflevering. En als we gaan kijken naar de eerder lijst uh, van de Amstel Gold Race uh, Ladies, dan is dat eentje waar denk ik menig koersdirecteur jaloers op is. Uh, zeker ook als je daar ja, met een Nederlandse bril uh, naartoe kijkt, afgelopen jaar natuurlijk nog uh, Demi Vollering. Ja, dat is natuurlijk een affiche waar wat ik zeg, menig koersdirecteur uh, met jaloezie naar kijkt hoe mooi dat is. Ja, 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 dat is wel mooi dat jij dat zegt. Ja, tuurlijk ben je ongelooflijk trots. Weet je, er zijn een hoop Nederlandse rensters die de afgelopen jaren dat ik koersdirectrice was, je de Race hebben gewonnen. Chantal Blaak vond ik een hele mooie, die heeft natuurlijk de opleiding bij Jonsen, bij Jonsen gehad. Ja, dat vond ik gaaf als je de laatste kilometer en je ziet Blakie dan je op Koers liggen om de Amstel Cold Race te winnen. Um... Ja, toen had ik ook kippenvel. Maar niet alleen met Chantal Blaak, ook met Demi Vollering... ook met Marianne Vos. Ja, dat is, dat is, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En we hadden gisteren een discussie... want er werd gisteren aan Leo gevraagd van... Uh, wat zou jouw ideaal plaatje zijn voor aankomende zondag? Niet alleen um, uh, bij de vrouwen, maar ook uh, bij, uh, bij de mannen. En uh, toen zei hij, ja, ik zou het wel gaaf vinden... als Mathieu van der Poel wint bij de mannen... en Lotte Kopecky ja. bij de vrouwen. En aan de ene kant begrijp ik dat natuurlijk. Heel Wereld... mooi de wereldkampioen. Getrui. Ja, wereldkampioen ja. is natuurlijk ja. heel mooi voor het plaatje. Maar dan ben ik toch een beetje chauvinistisch, denk ik. Ik heb dan toch liever dat uh, je <laughs> een, een Nederlandse ja. de Amstel Gold Race uh, je uh, zondag gaat winnen. Uh, ja, Asierin van Hoornee zou ik heel leuk vinden. Nou ja, en in de vorm waarin ze nu uh, steekt is dat. Uh... Nog best een, een, een goede mogelijkheid. Ja, maar ook haar ploeg. Ja. Haar ploeg in de breedte is echt. Uh, zijn Little track ja. De Rensers van Little Track doen het echt op dit moment. Echt heel erg goed. Als je ook ziet uh, je, ja, hoe Elvendijk terug is gekomen. Ja, over haar wil ik het ook nog even hebben. Want uh, zij is een half jaar geleden uh, nog bevallen van uh, haar, haar zoon. Uh, dat is natuurlijk een, iets wat we al wat, wat meer zien. Hè. Rensers die. Uh, Chantal Blaak heeft natuurlijk ook een. Een kind gekregen en daarna haar carrière hervat. Heb je daar ooit in jouw carrière over nagedacht dat dat mogelijk was? Een kind krijgen en dan terugkeren? Nou, dat, ik heb daar wel over nagedacht, maar ik had het niet gekund. Uh, maar ik vind het wel heel knap wat Elle van Dijk doet. Ik, ja, ik, ik had er niet aan moeten denken om, zeg maar. Um, het eerste jaar zeg maar van van Indy haar leven ja. onze dochter om om ja drie vier maanden van huis af te zijn zonder Indy dat is een keuze die je maakt uh, ja dus niet zozeer het fysieke wat het nee. voor de voor de moeder doet maar meer het mentale het mentale en het ja. mentale daar zou ik maar ieder persoon is anders ik vind het wel heel knap heel veel respect hoe Elle van Dijk dat nu doet en ook hoe Chantal Blaak dat op dit moment doet uh, ja, en het is nu natuurlijk ook een hele andere situatie. Uh, nu verdienen ze ook echt gewoon een mooi salaris. En dat was in mijn tijd was dan natuurlijk heel anders. Uh, Ken je maar wel gevallen uit jouw tijd dat het gebeurde? Ja, je had wel wat Russische rensters. Je, ik heb wel kleine kinderen je, tijdens etappekoersen voor mij oh ja? zien dribbelen. En ook op de baan een aantal Russische rensters die zeg maar de carrière wel combineerden met het moederschap. Maar het kwam minder voor dan dat het nu voorkomt. En ik, 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 ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het mooi dat het kan en, en dat rensters daar zelf een keuze in kunnen maken. Maar ik had het denk ik ook, uh, je, ik had het mentaal niet aangekund. Wat ik mij nog afvroeg: als we bij jou thuis binnenstappen, wat zien we dan wat aan jouw carrière doet denken? Niks. <laughs> nee, nee. Je zegt een de... beetje met een beetje, beetje schaamte, maar nee, helemaal, oh, niet. helemaal niet. Nee, maar het zit in mijn hart. Het zit echt in mijn hart. Nee, ik heb dat niet zo. Ik, ik ja, weet je, ik ben, ik ben heel trots op mijn carrière. Ja, maar ik heb niet zo van, nou, dat daar dan uh, truien moeten hangen met uh, plakken. Het enige wat ik heb staan zijn de Jaap Edens. En gewoon omdat ik dat mooie beelden vind. En uh, nee, voor de verdere rest, uh, verder rest staat er... Uh, je... Oh ja, de nou, Renster uh, van, de, van de vorige eeuw. Dat, maar dat vind ik ook, dat is een heel mooi bronzen beeld. Het ja, meer omdat dat gewoon esthetisch ja, is. Ja, dat, maar ja... Nee, de rest zit gewoon in maart. En ik heb ook. Ik heb ook uh... Maar ligt het op zolder of is het museum is het uitgedeeld? Is het... Nou, ik heb, uh, hoe heet het? Ja. Tien jaar geleden werd het Leontinehuis geopend. Ja. En toen kwamen wij nog een, een, hadden we nog een gat in de begroting. Toen heb ik even zelfs getwijfeld om mijn gouden plakken te gaan veilen. En dat, ja, ik vond dat een hele mooie gedachte. Maar dat mocht toen niet. Toen hebben de bouwgerelateerde bedrijven die toen al met ons meedachten, die hebben nog meer meegedacht, want die hadden zoiets van die gouden plakken die horen bij jou. En dan gaan wow. wij toch voor de ja. realisatie van het Leontinehuis. Um, ja, maar ik, ik vond dat zelf. Ik had daar echt vrede mee. Ik had dat ook. Ik had dat ook echt gewoon. Ik had dat ook echt A, okay Ontleen gevoel. je aan, aan aan die gouden plakken. Ontleen je geen fysieke waarde. Nee, dat zit gewoon. Ik heb dat echt meegemaakt en dat zit gewoon in mijn hart. En dat koester ik, die momenten. Maar dat hoeft niet aan de muur voor mij. Dat is, uh, je hebt, nee. Maar die ligt dus nu in een lade thuis? Ja, ja, ik, ja, ergens in een kast. Je ja, Zou ze het... wel kunnen vinden als je zo meteen. Ja, ja want als ze nu een kind ze <laughs> nodig heeft, en ja. zijn ook helemaal beschadigd en uh, voor een spreekbeurt. Oh, ja. of uh, dan zeg ik, nou kom ze ophalen en uh, neem ze mee en breng ze weer netjes terug. Wat zag je bij van jouw eerste Olympische Spelen van, 2000, van 1993? Uh, 1992. 1992, ja, 1992. 1992. Ja, iemand die ook uh, heel ziek was. Ja, dat is... Er is dus eigenlijk uh, geen hele goede herinnering aan. Nee, nee. Als ik ook die foto's zie... Uh, ja, zo verschrikkelijk ingeteerd. Ja, nee, niet oké. Okay. En dat merkte ik natuurlijk eigenlijk al op de baan. Uh, het jaar daarvoor werd ik nog... Volgens mij wereldkampioen op de drie kilometer achtervolging. En toen werd ik... Uh, in de kwalificaties werd ik bijna uitgeschakeld... Uh, ja, nee, dat was niet oké. Nee, okay. nee. Geen, uh, nee geen, geen fijne herinneringen aan. Ik heb de uitslag van die uh, weguitstrijd uh, uh, bekeken. Daarin werd jij 23ste? Ja. Op die, op die, uh, in die uitslag staan ook drie Noord-Koreaanse wielrensters. Ik was benieuwd, sta je, sta je, uh, herinner je je daar iets van? Nee. Nee, kan, ik, nee, nee, nee. nee absoluut werd, helemaal niet. 53e werd hun wa-pak. Hey. 54e Gyeong hu Kim. En er werd nog één vrouw buiten tijd, Choi in. Ah, zo ah, bijzonder. Ik, maar dan ben ik wel benieuwd, zeg maar... maar dat kan ik me ook niet meer heugen... Uh, hoe groot, zeg maar, of zij in het peloton... Nou, het is waar, verder, uh, ik kon verder geen uitslagen van ze vinden. Nee? Oké. Okay, okay. verder... Nooit? Nou Die ja, waren toevallig de, alleen? Ik denk en dan het, ja, maar het is ook niet raar dat nee, ik het niet echt bewust... Maar maar kijk, ik, 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 weet niet, uh, ik weet niet hoe groot toen het hele Noord-Korea-conflict uh, en wat, want nu kom je natuurlijk nergens noord koreanen tegen. Nee. Dat, dat viel me op van die reden. Dus toen wel in een in een peloton mocht je nee, dus klaarblijkelijk niet... het wel... land verlaten. Ja. ja. Nee, ik heb dat. Ja. Nee, nee, ik heb dat niet op. Nee, ja, is heel, is, nee ik, ik kan het begrijpen, maar ik vond het wel bijzonder. Ja, vooral, heel, uh, heel bijzonder. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik gewoon, uh, ik begrijp nu ook dat je één spelen nodig hebt. Om uiteindelijk. Er gebeurt zoveel. En dat is dan natuurlijk ook voor de eerste keer. Als je voor de eerste keer deelneemt aan de Olympische Spelen. dat je met al die sporters samenleeft. in één groot Olympisch dorp. Dus je moet ook gewoon echt zorgen dat je de focus houdt. Ik, af en toe zat ik in zo'n eetzaal en ik al toen helemaal niet. Maar ja, er gebeurde zoveel. En uh, dat ik echt denk van... Oh, hou je focus vast. Dus. Wat is je mooiste herinnering aan de Olympische Spelen? Um, ik denk toch mijn eerste gouden plak. Op de drie kilometer. Um, en mijn ouders waren daarbij. Dus die waren ook in Australië. En dat moment... Ja, dat je dan je ouders aankijkt, ja, dat is mooi. Ja, ja, dat, is, ja dat, dat is een moment dat mijn vader leeft niet meer. Ja, dat koester ik. Dat is, en op zo'n moment komt ook alles samen, want dan denk je van: weet je, zij zijn de basis van jouw succes. En dat vond ik heel mooi. Ja, en dan ja. natuurlijk ook in de tijd dat het weer beter met jou ging. Ja, maar ook dat zij daarbij waren. Ja. Weet je, twee van die Brabantse mensjes. Uh, die zullen jullie uh, waarschijnlijk ook niet wisten wat, wat er overkwam? Nee, helemaal aan de andere kant van de wereld. En dat moment dat je dan goud pakt en je ziet je naam op je bord en je kijkt naar boven en je ziet je ouders daar zo trots staan. Ja, dat is mooi. Het viel me wel op ook in dit gesprek dat uiteindelijk van als je naar alle mooie momenten en alle hoogtepunten, je zou zeggen naar Olympische Spelen. Binnen sporters wordt dat als het summum gezien. Maar dat binnen, als jij kijkt naar je mooie moment uit je carrière... dat eigenlijk de Olympische Spelen... je zegt eerder wereldtitels en Amsterdam, nee, dat, dat mooi, Nou, ook mooi. Want het moment maar dat dat ik het hoger net... bijna in rangorde staat... heb ik dat goed dan, ja. dan de Olympische Spelen? Ja. Ik en, denk en wat dat maakt ma dat? Nou, ik denk toch weer uh, het moment dat je jezelf terugvindt. Ja. Uh, dus dat moment in Valkenburg... Uh, terugkomen aan de wereldtop met een gezond lichaam, een gezonde geest... Ja, dat was veel meer dan alleen die wereldtitel. Maar die gouden plak, je die, die eerste gouden plak, maar niet alleen je eerste gouden plak. Dat, dat is ook heel erg bijzonder. En dat moment wat ik net omschrijf: dat je dan je man die alles voor je heeft gedaan. en je ouders en je schoonouders. en alles wat je dan gewoon daar bij elkaar hebt. dat, ja, dat maakt sport gewoon heel mooi. Om dat dan ook dat soort momenten met elkaar te delen. Niet alleen de klote momenten. Um, want dan vergeten mensen altijd heel snel, er zijn ook heel veel klote momenten geweest. Maar als je dan die mensen niet hebt, uiteindelijk is dat de basis van alles wat je doet in je leven. Ja, dat is natuurlijk wel wat het leven van een topsporter is. Hele hoge pieken, maar natuurlijk ook diepe dalen. Dat zien we op dit moment natuurlijk in, nou, zeker het mannenpeloton met een Wout van aard en een evene Die fingerguard, die natuurlijk nu hele uh, diepe uh, dalen doormaken. Ja, al hebben gehad en hopelijk nog pieken gaan. Nou, en dan is zo'n thuisbasis ja. is zo ongelooflijk belangrijk. Als er dan geen goede thuisbasis is, ja, dan is alles zoveel malen ja. moeilijker. Maar dat is niet alleen tijdens een topsportcarrière, dat is inherent aan het, aan het leven. Uh, dus ja, ik, ik ben gewoon een heel rijk persoon. Ja, en in het leontienhuis help je mensen met uh, een eetstoornis. Natuurlijk, een thema wat maatschappelijk nu heel groot is, maar misschien wel onderbelicht af en toe in het profbenedeton, waar dat natuurlijk zowel bij de mannen als bij de vrouwen ook aan de orde van de dag is. Ja, helaas. Moet ja, je en zeggen. het is het enige wat ik wil zeggen um, tegen rensters en renners um, die zeg maar niet meer balanceren op dat randje. Het is het niet waard. Het is echt. Het is zonde van je leven. Het is echt uh, je je hebt maar één lijf. En uh, daar moet je heel zuinig op zijn. Het is ook heel lastig nu in een tijd... want iedereen die stuurt nu op meer wattages, lager gewicht. Dan ga je harder die berg op. Ja, en ik, daar vind ik ook wel wat van. Ik geloof, dat had ik dus weer niet leuk gevonden in deze tijd. Alles wordt nu bepaald met cijfertjes. En... Uh, de ene uh, renner of renster kan daar beter mee omgaan dan, uh, dan de ander. En ik vind, we moeten dan alle tijden mensen wel blijven observeren. Wat past bij wie? En als je gek wordt van al die getallen in je hoofd, ga het dan weer gewoon doen op gevoel. Ja. En, uh, want anders ga je er mentaal helemaal aan onderdoor. Uh, komen er komen op dit moment rensters naar jou toe, of, of atleten naar jou toe, die zeggen. Ik speel hier mee. Dit is een. Uh... Ja, dat, zijn, dat zijn inderdaad ook wel uh, topsporters die uh, gebruik maken van, ja. uh, van het Leontinehuis. Uh, en uiteindelijk, plezier is wel de basis van alles. Uh, en als je daardoor het plezier kwijtraakt, ja, dat is, dat is niet oké. Okay. En, en nu ook al die valpartijen, dan denk ik. Ja, zou het ook niet komen dat we te veel bezig zijn met wattagemeters en uh, getalletjes. En dat we constant maar naar beneden kijken ja. en niet meer naar voren kijken. Uiteindelijk ligt de focus wel gewoon op het moment dat je de fiets onder controle hebt. Is het op het moment dat je recht vooruit blijft kijken. Maar als je alleen maar zo zit, ja. dan zie je ook niet meer wat voor bocht er aankomt. Je ziet niet meer of er oneffenheden zitten in de weg. Dan denk ik, ja, jongens, uh, je. En probeer daar ook gewoon normaal mee om te gaan. We kunnen het niet meer wegdenken in de wielersport. Maar als ik die valpartijen van afgelopen week zie... dan denk ik, och, jongens, wat is daar precies gebeurd? Ja, het is een... Uh, en ook als je kijkt naar die valpartijen... Uh, het gebeurt nu ook in wat kleinere koersen... en helemaal vooraan in het peloton, juist de juiste plek... waar eigenlijk iedereen wil, wil, of zou moeten zitten om valpartijen te voorkomen. Dus het, ja, ik zou bijna zeggen, het is... Uh, je, er is geen veilige plek meer in het peloton om te zitten. Nee, maar zou het dan. Weet je, ik denk dat we dit gewoon. Dit zou een heel mooi discussiepunt ja. kunnen zijn. Ook met de renners. Van, van ja, wat is dat dan? Zijn jullie ja. te veel bezig met uh, je. Uh, de vermogenmeter. Dingen die. en dat je niet meer. De, je, ook in een makkelijke koers heb je gewoon volledige focus nodig uh, om, re om recht overeind te blijven. Dat, dat zie je. Want anders was die valpartij was misschien deze week ook niet gebeurd. Ik, ik, uh, je, ik denk, als je heel scherp bent en er zitten oneffenheden in de weg... Ja, dan, dan is het misschien toch mogelijk om er omheen te sturen. Ja, en af en toe wat zachter gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een ding. Want de fietsen worden steeds sneller. Ja. Het wordt steeds lichter, het materiaal wordt steeds beter. Uh, dus ja... Ja, dat is ook wel... Uh... We hopen dat zondag in de Amstel Gold Race, uh, het peloton zichzelf een beetje bespaart van nog meer nou, tegenslagen. Dan, nou, maar dan is voor mij de Amstel Gold Race... Ja. ik ben altijd zo blij. Dat heb ik ook als wij evenementen organiseren. Gewoon voor tourfietsers. Maar dat heb ik ook op het moment dat ik uh, plaatsneem in de auto. Tuurlijk wil ik een mooie koers zien... Maar ik ben pas echt helemaal blij als er geen uh, ernstige valpartijen gebeuren. En ik denk dat Leo van Vliet, de koersdirecteur bij de Mannen, die mening met mij deelt. Dat vind ik een hele mooie woorden om uh, deze podcast mee af te sluiten. Ik wil je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Graag ja, gedaan. En heel veel plezier uh, komende zondag bij de Amstel Wij gaan uh, intens genieten met z'n allen.